Ja hoor, daar gaan we. We hebben de puzzel weer opgelost en we zijn klaar voor Nessa. Let's go! Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Vandaag gaan we proberen om de tweede badge te pakken bij Nessa. Want we zijn natuurlijk bezig met onze water only challenge, dus we mogen alleen watertype Pokémon gebruiken. Maar sommige van die Pokémon die zijn natuurlijk ook een ander type. Zo heb ik in de vorige aflevering na heel lang zoeken Chinchou gevonden. En ik hoop dat Chinchou mij door deze gym gaat slepen. Ik ben er klaar voor. Ik heb nu wel mijn antidotes bij me. Die had ik bij Milo niet bij me. Dat kon nog best wel een probleempje worden. Maar gelukkig hebben we die eerste badge toen gepakt. En nu is het dus tijd voor de tweede badge bij Nessa. De vorige challenge die ik deed was een fire only type challenge. En toen was deze gym wel behoorlijk moeilijk, moet ik zeggen. En ik verwacht nu eigenlijk wel iets minder problemen. Hoop ik. Maar je weet het nooit, hè? Je weet het natuurlijk nooit. Mijn team bestaat nu uit Drizzle, Chinchou, Timple, Quagsire, Remoraid en Gyarados. En ik moet zeggen, ik ben best wel tevreden over dit teampie. Ik vind het tot nu toe een heerlijk teampie. Ook Quagsire valt me heel erg mee. Die heeft best wel een aardige defense. Dat is wel lekker. En die heeft een goede ability. Als iemand mij namelijk probeert te raken met een wateraanval, dan krijgt Quagsire er weer HP bij. Dus dat is wel lekker. Timple doet het tot nu toe bij mij ook heel erg goed. En Remoraid, die kent ook een ijsaanval. Dus dat is ook heerlijk. Maar goed, ik heb nu dus ook Thor bij me. Mijn Chinchou. En die kent... Ja, oké. Die gaat gehakt maken van die kleine watertype Pokémon. Dit ging zo hard. Jennifer, onze Gyarados, gaat een leveltje omhoog. En die kent nu ook waterval. Dus dat is lekker. Die kent nu ook zijn eerste watertype move. Hoppakee. Even dit puzzeltje oplossen. Dan gaan we even met deze tweede trainster battelen. En die gooit Krabby. Eens kijken of we die ook in één keer kunnen slopen, Thor. Thor! Gebruik Spark! Oké, niet in één keer. Krabby heeft een betere defense dan Timple. Hij probeert Whirlpool, maar die raakt niet. Lekker hoor. Hoppakee. Nou, dan krijgen we gewoon dit cadeau. Hoppa. Heerlijk. Lekker bezig hoor. Dit is de eerste keer dat ik battle met Thor met onze Chinchou. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. Maar tot nu toe gaat het best wel goed. Heather heeft ook een Corphish. Ik vind Corphish best wel cool hoor, eigenlijk. Ik vind het best wel een leuke Pokémon. Ik weet niet of ik die kan krijgen, waar ik die kan vinden. Maar ik weet ook eigenlijk niet of dat een goede is voor ons team. We hebben op dit moment best wel een lekker gebalanceerd teampie. En als we een nieuwe Pokémon gaan vangen die in het waterteam komt, dan moet hij ook echt wel wat toe kunnen voegen. Dus ik weet niet of jullie weten wat Corphish toe kan voegen aan mijn team. En of Corphish wat toe kan voegen aan mijn team. Of dat het gewoon ja, een beetje waardeloos Pokémon is die er een beetje leuk uitziet. In ieder geval, ook Corphish hebben we best wel easy verslagen. Oeh, kijk eens. En dit vind ik leuk. Mijn Timple gaat evolueren. Onze Smeagol. Smeagol, let's go. Evolve maar. Nice. En daar is die hoor, Palpitoad. Dit is echt een weird ass Pokémon, man. Ik weet ook gewoon niet wat dit is. Het lijkt nergens op. Het lijkt niet op een pinguïn. Nou, misschien een beetje wel aan zijn vorm en zijn grote voeten. Maar jongens, wat is dit? Wat is Palpitoad? Met wat voor dier is Palpitoad te vergelijken? Lekker hoor, Smeagol. Ja, ik heb je Smeagol genoemd omdat je hierna echt verandert in een of ander heel raar, gruwelijk, lelijk wezen. En wat er nu verandert is dat Palpitoad ook een ground type Pokémon is. En dat betekent weer dat zijn ground type attacks nu ook iets sterker worden. Dus dat is wel lekker. Het zou wel lekker zijn als we Chinchou nog even kunnen evolueren. Gewoon even voordat we met Nessa moeten battelen. Dat zou de battle nog makkelijker maken. En hier is Remoraid. Ja, ik ben dus heel erg blij met mijn Remoraid, omdat hij Aurora Beam kent, een ijsaanval. En dat is tot nu toe echt super nice geweest tegen grastype Pokémon. Dat gaat echt lekker. Maar ja, maar oké. Dit gebeurt er wel met Remoraid als je dus een elektrische aanval op zijn bakkes doet. Reptile groeit naar level 55. En dan nu Choodle. Nou ben ik benieuwd of ik Choodle kan raken. Want Choodle is natuurlijk ook grond volgens mij. Of is Choodle nog geen grond? Wordt hij pas grond als hij een Dreadnought wordt? Hij doet in ieder geval bite. Het is de eerste die me aanvalt. Nice. Ja, ik heb Choodle uit mijn team gegooid. Choodle zat ook in mijn team. Maar ik zag het niet heel erg zitten in Choodle. Ja, het spijt me. Je bent wel een leuke Pokémon. Maar het ging gewoon nog niet zo heel goed. En Thor is nu op de helft van level 23. Ik denk niet dat we Chinchou zullen evolueren voor onze strijd met Nessa. Ik denk dat we dat net niet gaan halen. Oh, dit was ook al de laatste trainster zo te zien. Nou, dan gaan we het sowieso niet halen. Ja hoor, daar gaan we. We hebben de puzzel weer opgelost. En we zijn klaar voor Nessa. Let's go! Onze tweede badge gaan we proberen te halen. En de vraag van de dag is, wie vind je eigenlijk toffer? Vind je Misty leuker of vind je Nessa leuker? Ik moet zeggen dat ik Misty best wel leuk vind. Alleen Misty kon soms echt wel een beetje zeuren hoor. Die was soms best wel vervelend. Vooral tegen Brock was die heel vaak vervelend. Maar ja, Misty is natuurlijk wel een van de hoofdkarakters in de wereld van Pokémon. En dat moet Nessa nog maar blijken te zijn. Maar ik vind Nessa wel een heel cool character. Ze ziet er cool uit. Ze gedraagt zich cool. Ze heeft een leuk type waar ze gymleader van is. Water vind ik
allemaal heel leuk. Dus ja, ik vind Nessa eigenlijk ook wel heel leuk. En als ik moet kiezen, misschien kies ik dan toch wel voor Nessa, jongens. Ik ben heel erg benieuwd of jullie voor Misty of voor deze Nessa kiezen. Wie vinden jullie leuker? Anyway, ze begint met Goldie. En ik begin natuurlijk, hoe kan het ook anders, met Thor. Met mijn Chinchu. Die Goldeen niet gaat one-shotten. En Goldeen doet Horn Attack. Ja, dat is best een pijnlijke aanval. En dan doe ik nog een keertje Spark op Goldeen. En dan is het nu alvast klaar met Goldeen. Dat is nummer 1, jongens. Heerlijk om zo'n elektrisch type Pokémon bij me te hebben. Nice. Dan nu, Aerokuda. De supersnelle torpedo Pokémon. Ja, ik vind het net een torpedo. Oh, wat? Ik ben gewoon sneller dan Aerokuda? Oh, dat is nice. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht dat Aerokuda echt supersnel was. Maar dat valt best wel mee. Alright, let's go. Spark op Aerokuda. Hoppakee. En dan is Aerokuda ook down. Lekker. Heel nice. En wat gaan we nu doen? Nu moeten we tegen Dreadnought. Ja, ik ga het toch maar gewoon proberen met Thor. Alhoewel ik wel denk dat Dreadnought mij wel uit gaat schakelen. En dat is best wel jammer. Ik hoop wel dat ik nog sneller... Nee, Nessa is sneller. Ja, nou oké. Dit was dan een foutje. Ja, dit wordt een probleem. Ik dacht dat mijn Chinchu sneller zou zijn dan Dreadnought. Maar ik dacht er een beetje te makkelijk over. Sorry jongens. Dreadnought is sneller. Ja, dan gaat hij sowieso mijn Chinchu klaren. Ik ga hem nog wel Dynamaxen. Ik ga het gewoon doen. Als ik full HP was, zou ik misschien een klapje overleven. Maar nu, ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat ik een klap ga overleven van deze Dreadnought. Oké. Kom maar op, Thor. Wat gaat Dreadnought doen? Max Darkness. Ik ben benieuwd. Ah, nee, Chinchu. Jij hebt het zo goed gedaan in deze gym. En dan ga ik zo waardeloos met je om. Sorry. Oké, botje. Als het goed is Mudshot ook super effective tegen hem. Dreadnought doet Max Strike. Ja, op zich heeft Bot wel een aardige defense. Kijk, nice. Hij overleeft dit gewoon, hè? Hij is wel wat langzamer geworden, maar goed. We waren toch al langzamer dan Dreadnought. Kijk, ongeveer 1/3 damage doen wij. En ook Dreadnought is langzamer geworden. Doe maar even een wateraanval, Nessa. Doe even... Ah, jammer. Jammer. Ik dacht, misschien doet Nessa een wateraanval. Dan hadden we die HP teruggekregen van Nessa. Worden we nou nog langzamer? Nee, mijn special defense is naar beneden. Oké. Dat was het wat betreft de Dynamax van Dreadnought. Ja, ik moet nu wel even een Super Potion gebruiken, denk ik. Let's go. Super Potion voor Bot. Dan is hij weer full HP. Oh, je doet waterpistool? Ja, dat had je net moeten doen, een wateraanval. Waterpistool raakt mij niet, dus dat is wel lekker. We hebben de tweede badge binnen, jongens. Dat kan niet meer misgaan. De tweede badge is met twee aanvallen gefixt. Dit is er één. Hij leeft nog net, de Dreadnought. En hier komt hij, jongens. Dit wordt de knockout. Hij doet nog even bijten. En dan is deze Mudshot een fataal. En dan... Badaar, hebben wij ook de badge te pakken bij Nessa. Het is wel heel erg jammer dat mijn Chinchu deze XP niet krijgt. Maar Bot gaat wel een level omhoog naar level 24. Dus best wel een betrouwbare Pokémon toch, hoor. Die Quagsire. Nice. Lekker, Nessa. Je hebt goed je best gedaan. Maar nu wil ik heel graag ook de tweede badge van jou. Yes, daar komt-ie. Hoppakee. Na de gras badge hebben we nu ook de water badge te pakken. Ja, en de volgende wordt een fire type gym. Dus ja, daar mogen we helemaal geen problemen verwachten natuurlijk. De echte challenge zat hem bij Milo en aan het einde van de game. Als we tegen al die steel type Pokémon moeten. Nou, dan moeten we nu even lekker sushi gaan eten met Chairman Rose. Hey, ik wilde gewoon nu sushi. Ik heb gewoon nu weer trek in sushi. Geef sushi. Hey, Hoppie. Ga je even zeggen welke kant ik op moet? Naar de tweede mijn? Oké. Let's go, daar gaan we. Yo, what up, Scraggy? Yo, what up, Shuckle? Oh, man. Oh, BD. Oh, ga weg. Ga even lekker ergens poepen in een hoekje in deze grot of zo. Jij wil ook weer met mij battelen? Vraag me wel eens af of BD nou nooit een keertje moe wordt van zichzelf. Hij heeft nu 4 Pokémon bij zich. En hij begint met 1. Solossus. Ja, die gaat allerlei Oh, shit. Oké. Ik weet niet wat Solossus daar opeens deed, maar het was in één keer gedaan met Remoraid. Hij was gewoon in één keer klaar. Gewoon een one-hit KO, terwijl het niet eens super effective was. Hoe dan? Is your Solossus on steroids of zo? Wat geef je hem te eten, jongen? Doe eens normaal, man. Pak hem, Drizzle. Sucker Punch. Oké, jij gaat ook Psyshock doen. Dat was echt een of andere intense aanval net op Remoraid. Misschien is de special defense van Remoraid gewoon eigenlijk heel erg slecht. Dat zou op zich wel kunnen. Nou, Gothita is in ieder geval weg. Jennifer gaat naar level 22. Ik ga toch Davy Jones even reviven. Want ik wil wel dat hij gewoon de XP meekrijgt. Oké, nu een Psybeam. Ja, oké. Dit gaat hard. Let's go, Sucker Punch. Otsa. Ah, weer net niet in één keer. Dit is jammer, hè? Psybeam. Oké, BD, die is ietsje beter geworden. Ik moet het hem nageven. Hij doet het nu redelijk in deze battle. Het lijkt erop alsof hij weet waar hij mee bezig is. Davy Jones en Thor, allebei naar level 24. Nice. Dan nu, Ponyta. Ponyta tegen Gyarados, jongens. Ik vind die Ponyta wel echt
Ja, ik weet niet. Die is gewoon super vet. Het is jammer dat die Rapidash gewoon iets minder is. Die Rapidash vind ik niet zo cool. Maar die Ponyta vind ik echt heel leuk. Wordt wel bijna in één keer gesloopt. Ah, nee. Je hebt me gewoon geconfused. Potverdiggy, man. Ah, ik sla mezelf ook. Want dat vind ik leuk als ik geconfused ben. Kom op, Gyarados. Kom op. Ja, lekker. Nu doen we wel bite. En dan is het klaar met BD, jongen. Dan kan hij weer even lekker weggaan. En dan zie ik hem vast de volgende keer wel weer. Hey, later hè, BD. Niet zo boos zijn. Je moet wel tegen je verlies kunnen, hè, vriend. Oké, ik ben even heen en weer gereden naar het Pokécenter. Hier een Shellos. Die mogen we ook vangen. Dat is natuurlijk een water- en grondtype Pokémon. Maar ik denk niet dat ik een Shellos wil. Want ook onze Pelpitoot, die wordt natuurlijk water en grond. Of nou ja, Pelpitoot is het al. En Seismitoot blijft dat. Volgens mij zei ik trouwens in een andere video dat Choodle ook water en grond is. Maar dat is niet helemaal waar. Choodle is namelijk water en steen. En niet water en grond. Of in ieder geval Dreadnought is dat. Dus ja, wat dat betreft hadden we Choodle wel kunnen houden. Want dan hadden we ook een steentype Pokémon in ons team. Maar weet je, ik ben wel tevreden met dit teampie. En kijk eens, dit is Remoraid voor je. Hij ging net in één keer down, maar nu bam! Hoppakee, in één keer die Karkoel weg. Pelpidoot groeit naar 26 en ook Reptile. Oh, en dat was het al voor Francis. Pakken we even hier de Pokéball. Oh, Duskballs. Nice. Ik vind Duskballs misschien de mooiste Pokéballs die er zijn. Hallo mevrouw. Heb jij ook een leuke steentype Pokémon voor mij die ik makkelijk kan verslaan? Ja, Roggenrola. Ik wil namelijk heel graag dat mijn Davy Jones gaat evolueren, jongens. Roggenrola is down. Zo doen we dat. Ja, die grotten zijn niet zo heel moeilijk met water Pokémon. Yo, en daar hebben we Timber. Daar kunnen we natuurlijk ook iets doen. We hebben namelijk Psybeam met Remoraid. En die is ook super effective. Wat een heerlijke Pokémon is het toch qua counters, jongens. Echt heel nice. Ik krijg wel een Rock Throw op mijn bakkes. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want Timber wordt gewoon netjes verslagen. Zoals het hoort. Hoppa. Kunnen nog even kijken wat hier voor Pokémon zit. Zou dit ook een Shellos zijn dan? Volgens mij zijn hier geen Pokémon buiten Shellos die we nog niet hebben. Oh wel, oké. Een Barboach. Ja, hier hebben we nog een Pokémon die in water en een grondtype wordt. Barboach wordt natuurlijk een Whiscash. En Whiscash is ook een water en een grondtype Pokémon. Ah, er zijn zoveel leuke water en grondtype Pokémon. Want Whiscash, ja, eigenlijk wil je die ook in je team, man. Eigenlijk wil je die ook gewoon. Maar ja, misschien is Quagsire dan toch de betere keuze. Want ik ben ook heel erg tevreden met mijn Quagsire op dit moment. Oh man, wat moet ik nou doen? Wie moet ik nou kiezen? Het is veel te moeilijk, man. Ik weet niet wie ik moet kiezen. En waarom gebruik ik nu Water Pulse? I don't know. Because I did. Oh, wat? Oh, Barboach doet gewoon rest. Die kan ook gewoon even gaan chillen. Oké, hier een Aurora Beam dan, denk ik. Op je hoofd. Werkt niet. Oh, nice. Hij kent ook nog snor. Oké, laten we gewoon even proberen om een Duskball te gooien, jongens. Misschien werkt het, omdat hij nu slaapt. 1, 2. Misschien werkt dit. 3. Ja, dit werkt, jongens. Dit werkt. Oké. Ja, en nu moeten we Barboach in het team gaan doen. Jongens, ik heb officieel keuzestress. Ik weet gewoon niet meer wie ik in mijn team moet doen. Omdat hij zo'n epische snor heeft, noem ik hem gewoon Zorro. Zorro heeft ook best wel zo'n coole snor. En ik noem Zorro altijd Snorro. Dus in mijn hoofd klinkt dit logisch. Waarschijnlijk snappen jullie er geen bal van. Anyway, hij heet Zorro. Ik denk dat ik Barboach maar even in de box doe nu. Ik weet het gewoon echt niet. Ik vind Whiscash super leuk, maar ik weet gewoon niet voor wie ik hem erin moet doen. We hebben al Seismitoad en we hebben al Quagsire. Ik bedoel, ja, die zijn er al langer bij, dus eigenlijk moet ik die gewoon belonen. Oh, oké. Duo battle! Let's go, Hop. We pakken ze! Come on, Hoppie, we kunnen dit. Wij kunnen dit. Ja, Wooloo. En mijn Chinchu. We gaan eerst voor Linoon, oké? Spark hem! Oké, dit doet niet heel veel damage. Oké, Wooloo, wat ga jij doen? Jij gaat Growl doen? Oh, oké. Oké. Pas op! Oké, ik krijg een Night Slash op mijn hoofd. Dan doe ik nu een Bubble Beampie. Bubble Beampie. Man. Oké, ik heb je echt nodig, Wooloo. Ik heb je echt nodig. Kom op, Wooloo, doe ook iets. Ga aanvallen, alsjeblieft. Ik pak even mijn tank erbij, hoor. Hop. Ik pak even Gyarados erbij. Want anders gaat het helemaal niet goed komen. Hun attack is in ieder geval behoorlijk laag. Want die doen we nu weer loweren. Linoon doet Night Slash. Kijk, dit gaat helemaal goed. Tifel doet Snarl. Die raakt mij niet, maar die raakt Wooloo wel. Ja, dan is Wooloo dood. Oh, arme Wooloo. Esquire. Pakken, waterval. Ja, kijk, oké. Dag, Linoon. Nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Nu moet je stoppen met zeuren. Kijk, heerlijk XP'tjes. Hoppie doet weer echt kanseloze aanvalletjes. Oftewel geen aanval. Lekker bezig, Hop. Jongen. Laat hem lekker doorsnallen, joh. Oké, watervalletje op Pantchum. Oef. Kan jij het afmaken met Pluk? Doe je ook op Pantchum? Heerlijk bezig, Corvusquire. Kijk, zo doen we dit. Dit is teamwork. Lekker bezig. Jennifer naar level 23. Davy Jones naar level 25. En dan is het nu tijd om die Tivol even aan te pakken. Go, kijk.
Kijk, ja, één ding weet ik wel. Gyarados gaat in ieder geval voorlopig niet uit mijn team, jongens. Bot, onze Quagsire, gaat naar level 25. Dan moeten we alleen nog even afrekenen met Leopard. Die gaat voor Fury Stripes. Die denkt, ik heb de tijd, joh. Ik ga je gewoon even 5 keer raken. Hè? Hoppakee, 4. Kom maar nog een keer. Nee, 4 is genoeg. Ik hoop dat dit ook genoeg is. In 1 keer, jongen. Oh shit, die Gyarados, die is echt nice, man. Gyarados, oh, dat is echt worth the wait, jongen. Die Magikarp in het begin, helemaal prima. Dan wordt hij een Gyarados, dan is die opeens dik episch. Ja, kijk, daar gaan we, jongens. Remoraid, Davy Jones, gaat even lekker evolueren. Dan wordt hij eindelijk cool. Dan wordt hij eindelijk de echte Davy Jones, jongens. Kijk, hier, onze octopus, Davy Jones. Super vet, hier hebben we naartoe gewerkt, jongens. Nou hoop ik dat dit ook een beetje een goede Pokémon is. Want dat zou ik eigenlijk totaal niet weten. Hij wil Octazooka leren. Wat is dat voor move? Octazooka. Het is maar ietsje sterker dan Water Pulse eigenlijk. En hij heeft maar 85 accuracy, dus... ik denk dan toch dat ik het bij Water Pulse hou. Alhoewel, Focus Energy mag weg. Laten we Focus Energy even weghalen. Die gebruiken we toch nooit. In ieder geval is hij nog degene die een ijsaanval kent. Dus dat is sowieso nice. Oké, wegwezen gasten. Opzouten. Doei. Oh gosh, we zouden ook nog deze Wimpod kunnen vangen. Dit is ook nog een water-Pokémon. Wimpod is er wel eentje, die vlucht heel snel. Dus eigenlijk moet je die gewoon met een Duskbal vangen. Gewoon hoppakee en dan maar hopen dat die in je Pokéball blijft. Kijk, 2. Oké, dit gaat de goede kant op. Dit gaat helemaal de goede kant op. Ja hoor, nog meer keuzestress, jongens. Ja, tot level 30 is deze Pokémon echt waardeloos. Een beetje net als Magikarp. Maar ja, dan evolueert hij in Golisopod. En die is ook wel sick. Ik vind het een soort van robot of zo. Dus ik vind Bumblebee wel een coole robot. Ik weet het anders ook niet, jongens. Bumblebee. Komt hij dan voor Palpito? Ik weet echt niet. Ik stuur hem ook maar naar de box. Ik weet het gewoon niet, jongens. Help me met deze keuzestress. Ik weet gewoon niet meer wie ik in mijn team moet doen. Ik heb nu... Chinchu, Drizzile, Gyarados, Octillery, Palpitoad en Quagsire. En dan heb ik in de box nog Choodle, Basculin, Aerokuda, Barboach en Wimpod. En vooral die laatste twee, Barboach en Wimpod, daar twijfel ik echt keihard over of ik die nog in mijn team moet doen. Maar ik weet gewoon niet voor wie. Ik weet het niet meer. Jongens, help me. Door in ieder geval een blauw duimpje omhoog te doen en om te abonneren op dit kanaal. En door gewoon mij te helpen met wie er in mijn team moet. Want ik heb echt... keuzestress, jongens. Oh ja, wil je me ook live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickyTube. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!